Het is Mathieu van der Poel niet gelukt om de eerste etappe van de 50ste editie van de ronde van de Limousine te winnen. De Nederlander finishte als derde. Op 18 seconden van winnaar Réli Gesbord en diens landgenoot en medevlucht der Flavier Dassonville. De Fransmannen gingen er in de rit over 168 kilometer van Panazol naar Rochefort naar ruim 40 kilometer vandoor. Ze reden een voorsprong van 5 minuten bijeen en bleven knap vooruit. In de finale koos Dassonville twee keer te vergevens de aanval. Op de lastige aankomst waar de laatste 600 meter een gemiddelde stijging van 22% kende. Had Gesbert de beste benen. Daarachter won Van der Poel de sprint van de achtervolgers.